Een oplettende buurtbewoner ziet rond 3 uur in de nacht twee mannen bezig bij een pinautomaat van de ING. Aangezien pinautomaten sinds maandag tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends buiten gebruik zijn, voelt de bewoner nattigheid. Ja, iemand die daar liep en dat zag en dat direct aan ons gemeld heeft. En dat heeft denk ik een hoop ellende voorkomen. Kennelijk worden de plofkrakers tijdens hun actie gestoord of komen erachter dat de automaat niet meewerkt, want ze kiezen eieren voor hun geld. Het explosief laten ze achter bij de automaat. De EOD heeft dat meegenomen naar het buitengebied in Amsterdam. En daar tot ontploffing gebracht. En het was een behoorlijke ontploffing. Het explosief was dusdanig zwaar dat als dat daar tot ontploffing was gekomen, dan was er aanzienlijke schade ontstaan, sowieso aan de gebouwen. Maar misschien ook wel mensen gewond geraakt. En het is dus een levensgevaarlijke situatie had daar geweest als het explosief tot ontploffing was gekomen. Een woordvoerder van de ING laat aan AT5 weten dat de automaat buiten gebruik was en dat deze poging aanzet tot het verscherpen van de maatregelen. Zo onderzoeken ze de mogelijkheid om bankbiljetten onbruikbaar te maken om op die manier plofkrakers te ontmoedigen. Dat is toch vrij typisch, terwijl de automaten 's nachts tussen 11 en 7 ochtends gesloten zijn. Ja, wat ze dan precies van plan zijn, dat weten we natuurlijk niet. De kans is groot dat ze het hele apparaat dan op willen blazen om bij de kluis te komen. Het is maar de vraag of dat lukt. Hè. In 99% van de gevallen komt men niet verder dan het opblazen van het apparaat. Het gaat dus om twee mannen gevlucht op een gekleurde Vespa Sprint. De politie vraagt getuigen zich te melden.